Mijn naam is Pascal Besseling. Ik ben advocaat arbeidsrecht bij DAS en in deze video ga ik het arrest Schrijver van Essen bespreken. Dat is een arrest van de Hoge Raad van 12 februari 1999 en staat ook wel bekend uh, onder de naam De Man met de Hamer. Ik ga dat doen door eerst kort de feiten te presenteren, uh, vervolgens stil te staan bij uh, de rechtsgang in feitelijke instanties, uh, uiteraard bij de rechtsoverwegingen van de Hoge Raad. En tenslotte heb ik een kort commentaar en een toelichting op uh, ja, de relevantie van dit belangrijke arrest en wat dit uiteindelijk ook voor de praktijk betekent. Nou, als eerste de feiten. We hebben hier te maken met een werknemer, dat is meneer Van Essen. En die is vanaf juni 1979 in dienst van werkgever. Schrijver is dat. En dat is hij in de functie van chef afdeling orthopedische schoentechniek. Op 30 augustus 1994, de zaak speelt halverwege jaren 90, maakt de dochter van de directeur van Schrijver richting Van Essen een opmerking over de overschrijding van zijn koffiepauze. Nou, dat leidt tot een scheldpartij. Van Essen schelt de dochter van Schrijver flink uit, en als reactie daarop gooit de dochter Schrijver van Essen thee in het gezicht. Van Essen pakt de dochter vervolgens stevig vast en zet haar buiten de deur. Nou, vervolgens komt de echtgenote van Schrijver, dus dat is de moeder van de dochter waar net dat voorval mee was, ja, die komt binnen om verhaal te halen. En op dat moment heeft ze een hamer in haar hand. Maar die hamer legt zij als ze de ruimte binnenloopt, die legt ze weg. En vervolgens pakt meneer Van Essen die, pakt die hamer beet en die slaat met de achterkant van de hamer mevrouw Van Essen op de hand. Nou, dat leidt uiteindelijk tot uh, uh, klachten, uh, kneuzingen aan de rechteronderarm, de pols en de rechterarm van mevrouw Schrijver. Je raadt het al, dat leidt uiteindelijk tot het geven van ontslag op staande voet aan meneer Van Essen. Nou, van Essen die gaat naar de rechter en in eerste instantie oordeelt de kantonrechter dat er geen sprake is van een dringende reden. De opzegging is on onregelmatig en kennelijk onredelijk. En de kantonrechter kent Van Essen daarom uiteindelijk een schadeloosstelling toe van we hadden toen nog guldens, van 50.000 gulden. En hoge beroep oordeelt de rechtbank dat wel sprake is van een dringende reden. Reden daarom eh, dat Van Essen dus ook geen recht heeft op een schadeloosstelling. Maar dat de opzegging wel kennelijk onredelijk is. Omdat sprake is van een aantal bijzondere omstandigheden. En dat zijn de volgende. De eerste is dat de werkgever heeft bijgedragen aan de escalatie. Vervolgens wordt geoordeeld dat er sprake is van een lang dienstverband. De leeftijd van Van Essen speelt een rol. Ook zijn slechte arbeidsmarktpositie. En uiteraard het feit dat hij wordt geconfronteerd met een geforceerde inkomensverlies, want ja, Van Essen staat van de een op de andere dag op straat. Ja, de rechtbank die kent Van Essen daarom uiteindelijk een schadevergoeding toe, ter hoogte van 25.000 gulden. Ja, hierop wordt vervolgens cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad. Nou, bij het bespreken van het arrest van de Hoge Raad is in eerste instantie relevant te vermelden dat deze kwestie nog speelt onder oud-recht... Zo speelt in deze zaak uh, de vraag of een ontslag op staande voet ook kennelijk onredelijk kan zijn. Nou, het korte, korte antwoord daarop is dat dat niet kan, omdat het wettelijke systeem toen al, maar dat is nog steeds, zich daartegen verzet. Maar het arrest is vanwege een andere reden nog wel steeds relevant en wel tot de dag van vandaag. Want de Hoge Raad die oordeelt in zijn arrest van 12 november 1999 dat bij beoordeling van de vraag of van een dringende reden sprake is, uh, de omstandigheden van het geval in onderling verband en samenhang in aanmerking moeten worden genomen. En daarbij behoren in de eerste plaats in, uh, in beschouwing te worden uh, betrokken het volgende. De aard en de ernst van hetgeen de werkgever als dringende reden aanmerkt. En verder onder andere de aard van de dienstbetrekking, de duur daarvan, de wijze waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld, alsmede ook de persoonlijke omstandigheden. En dat is een belangrijk aspect in dit arrest. De persoonlijke omstandigheden van de werknemer, en dan moet, moet u denken aan de leeftijd en de gevolgen die ontslag voor een werknemer zou kunnen hebben. Maar, en dat is ook belangrijk, de Hoge Raad oordeelt ook dat, ook als die gevolgen ingrijpend zijn, een afweging van die persoonlijke omstandigheden tegen de aard en de ernst van de dringende reden toch tot de slop, slotsom kan leiden dat de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst toch gerechtvaardigd is. De Hoge Raad die oordeelt dat de rechtbank de persoonlijke omstandigheden had moeten afwegen tegen de aard en de ernst van de dringende reden. En door dat niet te doen, is volgens de Hoge Raad sprake geweest van een onjuiste rechtsopvatting. En de Hoge Raad verwijst de zaak vervolgens weer terug naar het Hof in Amsterdam. Nou, wat, wat is over dit arrest te zeggen? Ik zei al het, is al, het is een arrest van al lang geleden, maar desondanks nog steeds relevant. Het is al ruim 20 jaar oud en nog steeds actueel in ontslag op staande voetkwesties. Nou, van belang is dat voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Uh, moet worden voldaan naast een aantal vormvereisten, zoals onverweldheid, uh, er sprake moet zijn van een, zowel een objectief als een subjectief dringende reden. Nou, van een dringende reden voor ontslag op staande voet is sprake als, de, uh, als van de partij die op grond daarvan de arbeidsovereenkomst beëindigt, redelijkerwijs niet kan worden gevergd die arbeidsovereenkomst nog maar één dag te laten voortduren. En de omstandigheden van het geval, dat is een begrip wat heel veel terugkomt ook in andere uh, rechtelijke uitspraken, die zijn uiteindelijk bepalend. Naast de aard en de ernst van de gedragingen die de werkgever als dringende reden aanmerkt, zijn ook nog relevante factoren van belang zoals de aard en de duur van de dienstbetrekking, de prestaties van de werknemer in het verleden, de houding van de werkgever tegenover mogelijk vroegere overtredingen van de werknemer, de eventuele medeschuld van de werkgever en daar hebben we ze weer de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals de leeftijd. En de gevolgen van de werknemer van, van een ontslag op staande voet. Nou, dan dan moet, u, moet je weten dat uh, bij een ontslag op staande voet de werknemer van de een op de andere dag op straat staat, zonder inkomen, zonder uitkering. En uh, ja, dus, dus in die zin in een vergaande, nadelige financiële uh, positie is terechtgekomen. Nou, goed, dat is een van de aspecten die bij die persoonlijke omstandigheden een rol speelt. Bij het beoordelen van die dringende reden geldt nog tot de dag van vandaag dat daarbij dus rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Het is dus van belang dat wanneer je voor een werknemer optreedt en vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet vordert in een procedure die omstandigheden van het geval, waaronder die persoonlijke omstandigheden, dus altijd goed motiveert en aanvoert. De persoonlijke omstandigheden waarop de werknemer in het processuele debat geen beroep doet, hoeven door de rechter dan ook niet te worden betrokken uit eigen beweging in het uiteindelijk te geven rechtelijke oordeel. Nou, Sta je uh, een werkgever bij... Dan is het vervolgens van belang te stellen dat de gevolgen niet ingrijpend zijn. Maar zouden die al wel ingrijpend zijn, een afweging van de persoonlijke omstandigheden tegen de aard en de ernst van de dringende reden tot de conclusie leidt dat het ontslag op staande voet desondanks dus toch gerechtvaardigd was. Als afsluiting is het nog leuk om te vertellen dat Van Essen, de man met de hamer, jaren later een relatie heeft gekregen met de dochter. Dochter Schrijven, Annette heet zij. En voor zover bekend zijn ze ook nog steeds samen. Beiden hadden waarschijnlijk nooit kunnen vermoeden hoe belangrijk hun ontslag op staande tot de dag van vandaag nog steeds voor de arbeidsrechtpraktijk zou zijn.